Hoi, mijn naam is Miriam van MBO MediaWijs en in deze video ga ik je laten zien hoe je door middel van Padlet kunt differentiëren. Ik ben op de pagina van mbomediawijs.nl en ik ga naar de werkvormen toe. Ik ga namelijk eerst selecteren op didacticus. Ik heb namelijk een inhoudelijke differentiatie bedacht en het is de werkvorm hele taak eerst. Nou, als je even leest, staat er hier in plaats van het stap voor stap begeleiden van het leerproces, ga je de student zelf laten kiezen hoe je de student gaat laten leren. Nou, en door middel van Padlet is dat heel goed te doen. Dit is een Padlet van een collega. Hij geeft Engels en ik ga je even stap voor stap laten zien hoe het werkt. Bovenin zie je als eerste de opdracht. Stap 1, de dagboekopdracht. Schrijf een pagina uit je dagboek. Wanneer je dagboekpagina zich afspeelt, mag je zelf weten. Het speelt zich wel af in de toekomst. En je begint je verhaal met Dear Diary. Nou, dit is de hele opdracht en eigenlijk zou de student alleen op basis van deze opdracht al kunnen weten wat hij moet doen. Studenten die erg goed zijn in Engels zouden dus nu al zelfstandig aan de slag kunnen gaan. Studenten die het toch nog wat lastiger vinden, die scrollen door naar beneden. Nou, hier staat de disclaimer en het leerdoel. Vanaf hier is alles optioneel. Dit hoef je niet te doen, maar mocht je extra uitleg willen, dan kun je hieronder terecht voor hulp. Nou, je werkt aan het volgende leerdoel. En door dat leerdoel te vermelden, kan de student zelf bepalen, hey, ben ik al in staat om dit te doen of heb ik toch nog meer instructie nodig? Nou, de student die zegt, ja hoor, ik kan aan de slag, die gaat dat nu dan doen. Maar is het toch nog te lastig, dan scroll je verder omlaag. Een inhoudelijk concept. Voordat je begint met het schrijven van de dagboektekst, waar gaat jouw verhaal eigenlijk over? Nou, dit is eigenlijk een soort van tip van, hey, hoe pak je dat nou aan om zo'n dagboek te gaan schrijven? Heb je dan nog meer uitleg nodig, is er hier ook een video-instructie met een korte beschrijving. Nog meer omlaag hebben we nog de PowerPoint, dan kun je die nog even teruglezen. Handige links en de briefing kun je nog verder omlaag vinden. Hier zijn allerlei oefeningen te vinden. Nog op YouTube een uitlegvideo. En helemaal onderin heb je taalblokken. Writing and speaking is ook nog een instructiemogelijkheid. Nou, het idee hiervan is dus dat studenten die eigenlijk goed zijn in Engels en zeggen, ja hoor, dit red ik zelf, die kunnen direct aan de slag. Maar studenten die meer instructie nodig hebben, die komen steeds een stukje verder omlaag om meer instructie te krijgen. En dat geeft jou ook inzicht van welke student kan nou direct aan de slag en welke student heeft wel die extra instructie nog nodig. En op die manier kun je dus differentiëren. Dit is ook een hele prettige manier van werken op het moment dat je een blended vorm kiest. Dus een stukje vanuit huis en een stukje fysiek op school. Want de student kan op deze manier vrij zelfstandig extra instructie krijgen. Nou, hoe pak je dat nou aan op Padlet? Ik ga even naar Padlet en wil je weten hoe überhaupt Padlet werkt, dan raad ik je aan om even de andere instructievideo te bekijken. Maar ik ga nu alleen uitleggen hoe je deze doet. Een Padlet maken en hij heet lijst. Als je je Padlet op Engels hebt staan, heet het stream. En dan klik ik daarop. Een onwijs mooie kerstige achtergrond. Nou, ik laat dit allemaal even voor wat het is. Ik klik op volgende en ik ga direct een bericht plaatsen. Als ik op het plusje klik, kan ik mijn eerste bericht plaatsen en daar zet ik dus als eerste de opdracht neer. Even zo, publiceren. Nou, vervolgens het leerdoel. Klik ik ook op publiceren. Ik wil mijn uitleg 1. Uitleg 2. Oh, uitleg 3. Nou, zo is het duidelijk. En je ziet dat het in verkeerde volgorde gaat staan, maar door het te verslepen kun je dat weer goed zetten. Nou, het idee hiervan is dus dat de student bovenin als eerste de opdracht krijgt en naarmate de student verder naar beneden scrolt, komt er dus meer instructie. Even samenvattend, Padlet is dus een superhandige tool die jou kan helpen bij de werkvorm hele taak eerst. En die werkvorm is ervoor bedoeld om te kunnen differentiëren. Welke student heeft meer instructie nodig? Welke student heeft minder instructie nodig? En door gebruik te maken van Padlet en te beginnen bij de opdracht in plaats van te beginnen bij de uitleg, kun je dat dus heel makkelijk doen.
Nou, veel succes ermee en ik hoop dat je lekker gaat experimenteren met Padlet.